Welkom allemaal. Ik ga jullie leren hoe je 3 punten gaat scoren. Het is wel altijd een beetje een uitdaging. Pak een goede bal. Best wel sterk en stevig. Top 1. Dan mik je hem dus op de basket. Rechterhand. Kijk je naar voren. 2. Top 2. Wat je doet, je buigt eigenlijk je knieën omlaag, zodat je wat meer vaart erin hebt. Top 3. En stap 3 is eigenlijk het gooien. Je zet je af met je rechterhand.